De leiders van bepaalde gebedshuizen hebben nog een afwachtende houding voordat ze de deuren weer openen voor diensten. Dit is vooral het geval bij de Trinitatis Lutherse Kerk, de gemeente waar dominee Michael Stewart leiding aan geeft. In het COVID-19-journaal van gisteren haalde hij aan dat zijn kerk nog even doorgaat met haar tv-diensten. Dat valt ook goed uit in deze periode, zegt Stewart. Hoewel de COVID-19-maatregelen met betrekking tot samenscholing zijn versoepeld, vindt Stewart het toch problematisch als de gemeentes maar 50 personen per dienst mogen accommoderen. De gemeente heeft meer dan 50 leden. En ik zou het moeilijk vinden om te zeggen, deze gemeenteleden mogen vandaag komen en die anderen mogen de volgende week komen. En als ik 55 heb, dat ik dan 5 mensen weg moet sturen. Dus met mijn tv-diensten komt het nou even goed uit om dan te zeggen dat ik daar eigenlijk weinig uitdagingen heb. Omdat ik dus niet de normale diensten doe. Wat ik nu doe is de nieuwe normaal. En dat is dus via de televisie de diensten vooraf opnemen met inderdaad het in acht nemen van de regels van COVID Management Team. Toen ze 5 hadden dan, hadden we dus inderdaad ook 5 mensen, maar ongeveer 6 mensen, maar we bewaren de afstand enzovoort. Maar het wordt dus best een uitdaging als je met die 50 alleen moet werken. Stewart haalde verder aan dat zijn gemeente nu ook nagaat welke veranderingen er aan het kerkgebouw kunnen worden aangebracht om voor meer ventilatie te zorgen. Met de COVID-19-pandemie wil de gemeente extra voorzichtig zijn. Wat we willen doen, we gaan de muren opensnijden om ramen lager te zetten, zodat we de doorstroom van wind kunnen hebben en die airco's niet aan hoeven te maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een afwachtende houding. Ik ben blij met de daling van de cijfers deze dagen, maar we moeten realistisch blijven. Als we kijken naar een heleboel landen waar ze dus ook zeg maar dit niveau hadden bereikt, waar het erop leek alsof COVID zeg maar onder controle was. En dan plotseling krijg je dus een grote golf, een grotere golf dan die daarvoor. Dus wij hebben best wel een afwachtende houding, vandaar dat we dus nog even door zullen gaan met onze tv-diensten. Dominee Michael Stewart van de Trinitatis Lutherse Kerk. Hij sprak gisteren in het COVID-19-journaal van de overheid.